Ik ben Ale Kort. Ik mag leiding geven aan ons taxibedrijf. Dat heet Persoonlijk Vervoer Kort. En als bedrijf mogen wij naast het zorgvervoer wat we doen ook uitvoering geven aan het project. Zijn de 10 Jellers. Wat een beetje een oplossing zou mogen bieden aan mensen die eenzaam zijn in onze samenleving. Door met deze mensen in gesprek te gaan. We zijn eigenlijk met een mevrouw die in zo'n situatie verkeert, zijn we erachter gekomen dat deze mensen heel vaak behoefte hebben aan gewoon een luisterend oor. Dat ze even fijn met iemand kunnen praten. Kun je in de regel heel fijn en aardig doen in de auto zoals wij nu naast elkaar zitten. Want dat praat namelijk heel makkelijk. Dan kijk je elkaar niet aan. Je kijkt er gewoon dezelfde richting vooruit. En in de praktijk blijkt dat dat heel laagdrempelig werkt om met elkaar in gesprek te gaan. We willen dat ook combineren met iets van een activiteit onderweg. Dat het zo mogelijk niet alleen bestaat uit autorijden, maar bijvoorbeeld even gezellig een kopje koffie drinken. Of kan zelfs voor mijn part naar de dierentuin zijn, maar wat maar in de interessesfeer ligt van de persoon in kwestie. Regelmaat krijg ik terugkoppeling van mijn collega's, van dingen die ze meemaken onderweg, die ze dan even extra doen voor mensen buiten het vervoer om. En dat zijn de dingen waar ik het meest van geniet.